Uit en Wouter Peele heeft natuurlijk zijn cilinderkop gewisseld. En dat heeft hij niet voor niks gedaan, maar die nieuwe cilinderkop, die zijn dus goed weer eraan eigenlijk. Dus die hebben we weer teruggewisseld, maar dat is eigenlijk... Ja, dat loopt niet zoals het eigenlijk gelopen heeft in het verleden. En de cilinderkop is dus vervangen ten opzichte van de vorige wedstrijd. Maar daarmee maakt misschien wat ene kwaad plaats voor het andere. We gaan het zien, want deze was er niet voor niks vanaf gehaald. Even het laatste nukje hier achteraan. Maakt me gek over de boksen. We gaan zien of dat een Wouter Peele gaat lukken met de aanhang hier achter de hekken. Van Bloeresk heeft terug vlak van cilinderkop iets gewisseld. En als eerste consequentie dat ze er gewoon weer bij zitten in de finale. Op jacht, alsof de tijd heeft stilgestaan, in dit geval naar de vlag gestoken door Hendrik Verhoslaar. Weer bij de Kemphanen die hier de spits afbijt in de finale. Voorlopig denk ik in het voordeel van Wouter Peele, maar als je een Noordling onderschat, Henk, ik kijk jou aan, dan ben je gezien, hè, dan is het te zien. Wie gaat er rijden? Ga jij rijden of Koen? Kijk.